Hallo jongens en meisjes, ik ben Mike Verwij, 47 jaar, journalist van de Telegraaf. Kennen jullie de Telegraaf? Dat is een landelijke krant die uiteraard ook op Facebook, Twitter, Instagram en YouTube is te vinden. Van alle redacties vind ik dat ik bij de allerleukste werk, namelijk op de sportredactie. En al 12 jaar mag ik over Ajax in het Nederlands elftal schrijven en vertellen, maar daarover later veel meer. Ik ben sowieso heel erg benieuwd naar jullie vragen. Dus als jullie tijdens mijn verhaal al denken van, hey, dit wil ik van Mike weten, kom maar door. Ik ben heel erg benieuwd en ik zal ze aan het einde van dit gesprek ook zeker even beantwoorden. Net als bijna alle kinderen, en misschien jullie ook wel, had ik een grote droom om profvoetballer te worden. Ik kom uit een sportieve familie. Mijn vader was prof bij de Volewijkers. Dat is een club in Amsterdam-Noord. Die toen in de eerste divisie speelde en nu een amateurclub is. Mijn moeder die handbalde bij TOB, ook in Amsterdam-Noord. Maar helaas, al snel bleek dat ik geen profvoetballer zou worden. Ik kon best aardig voetballen, alleen ik liep een hele zware knieblessure op, waardoor ik wel 75 keer had gescoord in de A1. En ook mijn debuut maakte in het eerste elftal bij mijn dorpsclub. Maar daarna was het eigenlijk wel afgelopen. Maar toen ik op school zat, werd ik door het Noord-Hollands Dagblad gevraagd om wedstrijdverslagen te maken van de amateurwedstrijden hier in de regio, in de buurt van Purmerend en ook in Amsterdam-Noord. De chefs van de editie Purmerend, die hadden mijn verslagen gelezen in het clubblad en die wilden gewoon als bijbaantje aanbieden dat ik gewoon lekker als hobby voetbal kon kijken en wat bij kon verdienen naast mijn school. Zo heb ik voor het eerst kennis gemaakt met het allerleukste beroep, op profvoetballen na natuurlijk, want dat is nog veel leuker. En zo heb ik ook ervaring kunnen opdoen. En één ding wist ik zeker, als ik dan niet als voetballer naar de WK-finale kan, dan zou ik heel graag als journalist naar de WK-finale kunnen. Dat is in 2010 gelukt, maar ook daar ga ik jullie zo direct iets meer over vertellen. Eén ding wil ik jullie wel heel erg meegeven. Ik wilde dus altijd journalist worden nadat ik zelf niet als voetballer de WK-finale kon bereiken. Maar op school zei mijn studiebegeleider dat ik misschien toch iets anders zou moeten gaan studeren. Want ik weet niet of jullie een geheimpje kunnen bewaren, maar ik was vroeger echt heel erg verlegen. Als ik moest voorlezen in de klas, dan begon ik te stotteren, te zweten. En dus toch luisterde ik maar naar mijn studiebegeleider. En nadat ik stopte met mijn rechtenstudie, want dat ging ik doen op advies van mijn studiebegeleider, ben ik gelukkig alsnog in de journalistiek terechtgekomen. En dat is ook wel een van de belangrijkste lessen die ik jullie vandaag wil meegeven. Luister naar je hart, volg je hart, doe dingen die je leuk vindt. Want uiteindelijk kom je dan op een plek terecht die je zeker wil. Mijn oma zei altijd, en dat is wel een hele mooie levensles, van je slaapt 8 uur, je werkt 8 uur en je hebt 8 uur vrije tijd. Dat slapen, dat gooi je al weg die tijd. Zorg dan dat je werk ook gewoon hele leuke tijd is. Want anders heb je alleen de vrije tijd die leuk is. Dan zal ik nu iets gaan vertellen over mijn werk, als jullie dat leuk vinden. Hoe leuk mijn werk is, dat merkte ik op het WK in 2010. Ik zat met mijn collega's al 7 weken in Zuid-Afrika. En toen haalde Nederland de finale, zoals jullie misschien weten, tegen Spanje. Werd helaas verloren. Maar op dat moment werd ik gebeld door allerlei vrienden. Die wilden kaartjes voor de WK-finale hebben. En die vroegen hoeveel dat kostte en of ik dat kon regelen. Dat kon ik niet regelen. Want die kaartjes waren natuurlijk heel erg schaars. En die werden op internet al aangeboden voor meer dan 2000 euro. En hetzelfde gold eigenlijk een beetje bij de Champions League wedstrijden van vorig jaar. Van Ajax tegen Real Madrid, Tottenham Hotspur, Juventus. Iedereen wilde daar naartoe. En ik moest er naartoe. Ik zeg ik moest er naartoe. Maar ik mocht er naartoe voor mijn werk om een verslag te maken. Dus waar iedereen probeerde met alle macht om aan een kaartje te komen, kon ik gewoon mijn perskaart aanvragen bij de UEFA. Helaas voor jullie is het niet zo dat
iedereen een kaart kan aanvragen. Want anders zou ook iemand die voor de schoolkrant schrijft, of voor een lokale krant, of een Amsterdamse krant, of een provinciale krant, die zou zulke kaarten kunnen aanvragen. Maar bij EK's en WK's, en ook in de Champions League, moet je een verzoek indienen bij de FIFA of de UEFA. Die aan de hand van artikelen uit het verleden van mij, dan kijkt of je echt voor de Telegraaf schrijft en of je ook over die wedstrijden waar je naartoe wil een verslag gaat schrijven. En uiteindelijk krijgt maar een aantal mensen, een aantal journalisten uit Nederland krijgt dan een accreditatie. Zoals dat met een heel moeilijk woord heet. Ik zal jullie er een paar laten zien. Dit was bijvoorbeeld de accreditatie vorig jaar voor de Champions League finale waar ik naartoe mocht. Tussen Tottenham Hotspur en Liverpool. Ja, het is toch ook wel een pijnlijke ervaring, want hier had niet Tottenham Hotspur moeten staan, maar Ajax. Dit is de Champions League finale uit 2018 tussen Liverpool en Real Madrid. Mocht ik naar Kiev in de Oekraïne om die wedstrijd te verslaan. Dit was de Nations League finale tussen Nederland en Portugal, in Portugal ook, waar het Nederlands elftal de Nations League finale verloor. En dit was bijvoorbeeld de accreditatie voor Ajax Liverpool, zoals jullie zien. Ja, ik zei net dat ik daar moest werken, maar in feite is dat natuurlijk mag werken. Want ja, schrijven voor de Telegraaf en zulke wedstrijden mogen bezoeken, dat is het allerleukste dat er is. Alleen rond de deadline is het wel eens lastig. Want tijdens een wedstrijd als Ajax-Atalanta moet ik, als de scheidsrechter affluit, een stuk van ongeveer 700 woorden al hebben doorgestuurd. Want elk kwartier dat de krant later weggaat dan dat hij weg zou moeten gaan, kostte de krant 50.000 euro. Dus dat geeft wel een bepaalde druk. Maar voor de rest zijn er hele leuke dingen. Ik heb één keer meegemaakt bij Ajax Bayern München. Dat was 2 seizoenen geleden. Toen wilde ik mijn laptop bijna van de tribune gooien. Dat ging van 1-0 voor Bayern München, dus 0-1, naar 2-1 voor Ajax, naar 2-3 voor Bayern München en uiteindelijk werd het 3-3. Dus ik heb mijn verhaal in de laatste 10 minuten ongeveer 10 keer moeten omgooien. Ik vraag niet hoe, maar het is uiteindelijk gelukt en uiteindelijk stond er een mooi verhaal in de krant. En ja, dankzij mijn betaalde hobby heb ik alle werelddelen mogen bezoeken. Hoogtepunten waren 7 weken Zuid-Afrika en Brazilië. De WK's van 2010, 2014, waar je ja, Nederland dus tweede werd en derde werd. 2014, dat kunnen jullie je misschien nog herinneren, onder Louis van Gaal. Dat zijn prachtige dingen om mee te maken. Ook zoals bijvoorbeeld de wedstrijd van het Nederlands elftal in Australië. Mocht ik met het vliegtuig naar Australië om Nederland daar te zien spelen. Het is dan wel heel jammer dat zo'n wedstrijd, zit je 24 uur in het vliegtuig, je bent daar 3 dagen en dan weer 24 uur terug. Ja, speelt het Nederlands elftal 0-0. Dat zul je natuurlijk altijd zien. Dan hoop je op een hele mooie wedstrijd. Maar dat zat er niet in. Ja, ook de 4-1 overwinning van Ajax bij Real Madrid. In het prachtige Bernabeu. Met een geweldige Hakim Ziyech, Frenkie de Jong. En de overwinning bij Juventus met die kopbal van Matthijs de Ligt. Heb ik bij mogen zijn. En ja, dat zijn onvergetelijke momenten. Net zoals de Champions League finales tussen Manchester United en Barcelona in 2011. Met Messi, Edwin van der Sar. Liverpool-Real Madrid in 2018. Liet ik jullie net het kaartje van zien. Liverpool-Tottenham in Madrid. Ja, dat zijn natuurlijk schitterende ervaringen om bij te zijn. Maar het allerleukste van mijn hobby is misschien wel het contact met de spelers. In 2011 sta je na afloop in de mixzone. Dat is een ruimte waar spelers komen en journalisten komen. Ja, dan sta je niet 1-op-1, maar wel met een heleboel journalisten. Met Messi te praten, met Edwin van der Sar, de huidige directeur van Ajax. Maar ook heel veel contact met Hakim Ziyech, met André Onana. En dan moet je bijvoorbeeld, zoals Onana tegen Liverpool in de fout ging. Dan moet je aan Onana vragen na afloop van, ja, hoe kan dat nou zo'n blunder? En dat lees je dan de volgende dag weer in de krant. Met sommige jongens bouw je ook door de manier van werken een bijzondere band op. Zo mocht ik aanwezig zijn
bij de presentatie van Matthijs de Ligt in Turijn, nadat hij zijn contract bij Juventus had getekend. En Frenkie nodigde ons uit in Barcelona, toen hij zijn contract bij Barcelona tekende. Ja, en dat is wel heel bijzonder, want er staan er buiten het hotel staan honderden fotografen, cameramensen, andere journalisten klaar. En dan zit jij aan een kopje koffie of kopje thee met Frenkie alvast wat vragen te stellen, zodat je een mooi verhaal voor de krant een dag daarna kunt maken. En ja, weet je wat het allerleukste is? Dat Frenkie, Matthijs, maar ook Hakim Ziyech, Nusayr Masraoui en zelfs Lionel Messi, die ik één keer uitgebreid heb mogen interviewen, eigenlijk hele normale jongens zijn. Jongens en meiden zoals jullie, nu op school zitten, gewoon hun school hebben gedaan, alleen wat beter kunnen voetballen dan de rest en ook iets meer verdienen dan ik als journalist bij de Telegraaf. Ik zou het eigenlijk wel heel erg leuk vinden als deze les jullie misschien ook zou inspireren om ook journalist te worden. Want we kunnen wel hele goede nieuwe journalisten gebruiken. We merken wel dat het aantal sportjournalisten dat zich aandient eigenlijk steeds minder wordt. Dus ik hoop dat er goede collega's bijkomen. Maar als jullie dat niet willen en andere ideeën hebben, dus er zijn meer manieren om dicht bij de voetballers te komen als je niet zelf die nieuwe Lionel Messi of Frenkie de Jong wordt. Je kunt bijvoorbeeld ook scheidsrechter worden, cameraman, geluidstechnicus, tv-commentator, beveiliger, stadionspeaker, ballenjongen, ballenmeisje. Nou, zo zijn er nog heel veel voorbeelden. Dus denk erover na. Kom ook naar het stadion en daar hoop ik jullie heel snel te zien. Ik heb voor deze les en speciaal voor jullie met Sean Heitinga een challenge bedacht. Die gaan we jullie nu laten zien. En daarna neem ik alle tijd om jullie vragen te beantwoorden. En ik hoop dat jullie nog heel veel vragen gaan insturen, want dan nemen we daar de tijd voor. En dan ga ik jullie even vertellen wat ik daarvan denk. Maar eerst gaan we even naar het filmpje van Sean Heitinga kijken. Amsterdam Sport Special, hier John Heitinga. Ik heb een leuke challenge voor jullie. Ik ga hem voordoen. Ik ben benieuwd hoe lang jullie de bal hoog kunnen houden. En vooral nieuwsgierig naar de filmpjes. Zo, nou, ik ben benieuwd of jullie dit ook kunnen, maar voordat jullie gaan oefenen en hele mooie filmpjes gaan insturen, zal ik eerst jullie vragen gaan beantwoorden. Ja, de eerste vraag, Hup Ajax, dat is eigenlijk geen vraag, maar er staat een uitroepteken achter. Ik denk dat degene die deze vraag stelt bedoelt of ik als Ajax-watcher ook voor Ajax ben. Ja, dan hoor ik natuurlijk te zeggen dat ik volkomen onafhankelijk objectief ben. Dat ben ik ook inmiddels, want je leert ook bij Feyenoord, PSV, AZ zoveel mensen kennen dat je uiteindelijk ook iedereen wel het allerbeste gunt. Maar het klopt wel dat ik vroeger als kleine jongen, ik ben opgegroeid onder de rook van Amsterdam en mijn ouders komen uit Amsterdam, dus ik had vroeger wel de grote posters van Ajax in mijn slaapkamer hangen. Dat moeten jullie trouwens niet verder vertellen, want dat vinden ze vast niet leuk om te horen. Maar ik was vroeger voor Ajax, alleen als journalist moet je wel objectief zijn. Dus als Ajax vanavond tegen Utrecht heel slecht speelt, dan zal ik dat ook moeten schrijven. En als iemand een kans voor open doel mist, dan kan ik niet doen of dat niet gebeurd is. Dus ik was vroeger voor Ajax, inmiddels niet meer. Waarbij het wel zo is dat als Ajax alles wint, dan wordt mijn werk wel een stuk makkelijker. Want
Dat betekent dat de club ook alle interviews zal toestaan, dat je altijd welkom bent. En als er een goede sfeer heerst, dan is het werk van de journalist leuker. En als het heel slecht gaat en de trainer moet worden ontslagen, ja, dan is iedereen toch een beetje angstig voor die journalisten. Dan zegt niemand zoveel en dan wordt het moeilijker werken. Nou, de volgende vraag, dat is wel een hele moeilijke. Wat gaat er gebeuren met Promes? Ja, laten we vooropstellen dat iemand onschuldig is tot het tegendeel is bewezen. Dus dat geldt zeker ook voor Quincy Promes. Hij wordt verdacht van een heel vervelend incident. En ja, dat is verschrikkelijk, want hij zou met een mes gestoken hebben. Daar verdenkt justitie hem van. Daarom is hij ook gearresteerd. Maar inmiddels is hij weer vrij en Ajax heeft aangegeven dat ze eerst een heel grondig gesprek met hem aangaan. En ook willen weten wat daar precies is gebeurd. En totdat de rechtszaak speelt, dan zal Ajax een hele moeilijke beslissing moeten nemen. Want hij is verdachte, maar hij is op vrije voeten en hij is natuurlijk nog niet veroordeeld. Dus ik verwacht dat Quincy Promes, als hij daar zelf toe in staat is, dat hij gewoon gaat voetballen en dat Ajax hem ook laat voetballen. Dat is ook wel weer heel moeilijk, omdat je kan natuurlijk ook in het veld hele vervelende opmerkingen van tegenstanders krijgen. En hoe gaat Promes daarmee op? Ja, geeft hij gelijk iemand een klap voor zijn kop en krijgt hij een rode kaart. Dan is dat ook weer niet goed voor Ajax. Dus Ajax zal goed moeten inschatten hoe hij mentaal in de wedstrijd zit en of hij in staat is om te gaan voetballen. En zolang dat gebeurt, zolang hij niet veroordeeld is, denk ik dat Ajax hem gaat laten voetballen. En als hij uiteindelijk veroordeeld mocht worden, ja, dan zal Ajax nadenken over die situatie. Dan denk ik dat hij niet te handhaven is bij Ajax. Maar nogmaals, iemand is compleet onschuldig tot het tegendeel is bewezen. Hoe ziet een wedstrijddag voor jou eruit? Vraagt Andy uit 1B. Dat ligt er een beetje aan. In het buitenland zien de dagen er anders uit dan hier in Nederland. Ik zal zo zeggen hoe dat in het buitenland gaat. Eerst doe ik het in Nederland. Zoals vanavond speelt Ajax tegen Utrecht. Ik heb nu de eer om jullie een mooie les te mogen geven. Maar zo direct als de les voorbij is, dan ga ik voorbereiden. Dan ga ik de statistieken induiken. Dan kijk ik hoe vaak Ajax eerder in de beker tegen FC Utrecht heeft gespeeld. Dan is er bijvoorbeeld een hele pikante finale geweest tussen Ajax en Utrecht. Waarbij Wamberto op het allerlaatste moment dik uit buitenspelpositie scoorde. Waardoor Ajax de beker won en niet FC Utrecht uiteindelijk. En dat zijn dan dingen die je opschrijft. Maar je gaat ook kijken hoe vaak ze tegen elkaar hebben gespeeld. Welke spelers waarschijnlijk gaan spelen. Daar ga je achtergronden bij zoeken. Dus hoe vaak zij al tegen Ajax hebben gespeeld, de spelers van Utrecht. En de spelers van Ajax al tegen FC Utrecht. En met al die statistieken bereid je je voor op de wedstrijd. In het buitenland is het zo, dan gaan we meestal de dag voor de wedstrijd al naar een belangrijke wedstrijd toe. Zoals bijvoorbeeld Tottenham Hotspur Ajax. Dus dan vertrek je de dag van tevoren naar Londen. Dan ga je in de middag naar de afsluitende training van Ajax in het stadion. En is er ook een persconferentie van Erik ten Hag en een speler. Na die persconferentie en training schrijf je de nieuwsverhalen voor de wedstrijddag zelf. Dus dan probeer je de lezers van de krant ook een beetje in de stemming te brengen voor die wedstrijd van die avond. En dan de volgende ochtend, ja, dan word je wakker en heb je een leuke dag voor jezelf in een andere stad. Dus dan kun je een mooie wandeling door Londen maken of ja, waar je ook bent op dat moment. En dan maak ik meestal ook wel van de gelegenheid gebruik om daar een mooi museum te bezoeken of een mooi park. Dus voordat ik die kant op ga, kijk ik ook wat er in die stad te beleven is. En dan aan het einde van de dag, dan ga je de wedstrijd voorbereiden. Zorg ik dat ik meestal 2 uur van tevoren in het stadion ben. Probeer je nog mensen tegen te komen. Bestuursleden, sponsoren, spelers die geschorst zijn. Of oudspelers die nog iets leuks kunnen vertellen over de wedstrijd. Wat uiteindelijk van pas kan komen in jouw wedstrijdverslag. En dan een half uurtje voor de wedstrijd installeer ik mijn laptop. Leg ik mijn kladblok neer. Ja, en dan wordt het een race tegen de klok om op tijd mijn verslag af te hebben. Want tijdens de wedstrijd moet ik tikken. En dan zit ik vaak zo met mijn hoofd naar beneden. Want ik kan nog niet heel goed blind tikken met 10 vingers. En op de stadiongeluiden
merk je als er een kans aankomt. Dus tussen het tikken kijk je en dan tik je weer door. En ja, dat is moeilijk werken, maar dat leer je wel steeds beter naarmate je langer journalist bent. Hoe kun je worden wat u doet? Vraagt Younes. Ja, Younes, daar zijn een aantal manieren voor. Er is een hogeschool, school voor journalistiek, onder meer in Utrecht, Tilburg en Zwolle. Daar kun je naartoe en journalistiek gaan studeren. Maar bij de Telegraaf is het ook zo dat er ook mensen worden aangenomen op basis van hun ervaring. Dus als jij ervoor kiest om nu bij een andere krant of een lokale krant of de schoolkrant te laten zien dat je heel goed kunt schrijven, dat je verstand van voetbal hebt en dat je ja, heel erg betrokken bent bij de voetballerij, dan kun je je cv opsturen en ook laten zien dat je heel graag journalist wil worden, ook goed motiveren waarom je dat wil worden. En dan kun je ook aangenomen worden. Maar het is eigenlijk belangrijk om proberen om op de hogeschool, de school van journalistiek, terecht te komen. En dan heel erg je best doen. Kev stuurt, hoi Mike, wie was de leukste speler om ooit te interviewen? Ja, het was wel heel bijzonder om Lionel Messi te interviewen. Moet ik wel zeggen dat Messi op dat moment nog niet zo groot was als hij uiteindelijk is geworden. En dan bedoel ik niet qua lengte, want hij blijft klein, maar zeg maar de topspeler die hij is. Dat was in 2006 en werd mogelijk gemaakt door Henk ten Cate, die toen trainer bij Barcelona was. En op dat moment had Messi een geweldig jeugd-WK in Nederland gespeeld. En toen zag iedereen al, deze jongen is heel bijzonder en die gaat echt een topspeler worden. Dus toen kregen we de mogelijkheid om hem te interviewen. Ben ik naar Barcelona gevlogen en daar nam hij alle tijd om met ons te praten. Maar ook Wesley Sneijder, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech. Ja, dat zijn allemaal bijzondere spelers om te spreken. En ook oud-trainers, bondscoaches. Ik weet niet of jullie van de week ook het filmpje over Louis van Gaal hebben gezien, die bij een andere school ook een les gaf. Ja, dat is een hele bijzondere man om te interviewen. En daar moet je ook heel scherp zijn, want als je niet hebt goed hebt voorbereid, dan slaat hij echt om de oren. Dus dan moet je heel scherp zijn. Wat zijn nog meer mooie spelers die ik heb geïnterviewd? Ik vond het interessant om Mbappé te interviewen na de wedstrijd Frankrijk-Nederland voor de Nations League. Cristiano Ronaldo heb ik in de mixzone heel kort gesproken op het WK van 2010, denk ik. Het zou ook 14 geweest kunnen zijn. Jullie stellen mij vragen, maar als ik jullie vragen stel, wat zijn jullie favoriete spelers? Misschien kan ik daar nog iets leuks over vertellen. Dus laat dat ook weten in het vragenlijstje. Dan kijk ik daar zo ook nog even naar. Of ik er veel geld mee kan verdienen? Nou, dat is wel een hele bijzondere vraag. Ook door iemand gesteld die anoniem is. Dat snap ik ook wel, want het zijn natuurlijk eigenlijk dingen die je niet hoort te vragen. Maar dat mag in dit geval hoor. Dus, nee, ik kan er niet zo veel mee verdienen als een voetballer uiteraard. En ik heb zelf het VWO gedaan. En bij mij in de klas zaten kinderen die uiteindelijk veel meer zijn gaan verdienen dan ik. Maar ik denk wel dat ik de allerleukste baan van allemaal heb. En ik vind geld ook niet zo heel belangrijk. En ik denk dat geld ook niet heel belangrijk zou moeten zijn. Maar dat je vooral moet streven naar een baan die je leuk vindt. En waarmee je goed rond kunt komen. En wat dat betreft heb ik niks te klagen. Want ik heb het wat dat betreft goed. Maar heel veel geld? Nee, ik verdien niet zoveel als Messi en Frenkie de Jong helaas. Doe je ook wel eens aan meeloopstages? Soms. Bij Ajax hebben ze één dag. Dan mag iedereen, elke journalist, één iemand meenemen. En dat gebeurt dus. Alleen door corona helaas al een tijdje niet. Dus ik weet niet. Het is iemand die anoniem is. Maar ik weet niet of hij zelf ook de ambitie heeft om een keer mee te lopen. Het kan. En je kunt ook wat dat betreft brieven naar Ajax sturen om een keer een dag mee te maken. Als je wil verdiepen in journalistiek. Ajax heeft altijd één dag, één wedstrijd per jaar. En dat is meestal tegen niet zo'n hele goede tegenstander.
Want bij Ajax, PSV, of bij PSV en Feyenoord als tegenstanders, dan zit de perstribune altijd stamp en stamp vol. Maar dat kan, dus misschien moeten jullie ook een mailtje sturen naar Ajax. En als jullie echt de ambitie hebben om journalist te worden en journalistiek te gaan doen, stuur dan een mailtje naar mij en dan kan ik kijken wat er mogelijk is. Wat is uw grootste blunder als journalist? Zoals jullie misschien weten is Valentijn Driessen mijn collega. Die heeft vlak voor de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur geroepen dat Lucas Moura niet zo'n hele goede speler is. En dat Ajax die wel zou kunnen laten lopen omdat hij toch nooit scoort. Ja, die scoorde dus 3 keer tegen Ajax. Dat heb ik gelukkig nog niet gehad. Ik heb ook nog geen missers gehad op transfergebied. Dus dat ik schreef dat iemand, bijvoorbeeld Matthijs de Ligt, naar Real Madrid ging. En dat hij niet naar Real Madrid ging. Dus ik klop het even af. Maar ik heb nog geen hele grote missers gehad. Ik moet zeggen, we dachten wel heel lang dat Frenkie de Jong naar Paris Saint-Germain ging. Daar hadden we ook foto's van dat hij zat te onderhandelen met Paris Saint-Germain. En hij was op een haar na rond. Toen hebben we wel redelijk stevig ingezet op het feit dat hij daar mogelijk naartoe zou gaan. Maar dat hebben we gelukkig rechtgezet met het nieuws als eerste dat hij naar Barcelona ging. Dus blunders. Ja, als ik ze had gemaakt, dan zou ik het je zeker zeggen. Maar ik kan ze nu zo snel niet bedenken. Wilt u ook eens schrijven over andere sporten? Ook een anonieme vragensteller. Ja, leuk dat je dat vraagt. Ik heb een functioneringsgesprek gehad bij ons op de krant. En ik heb aangegeven dat ik heel graag een keer naar de Olympische Spelen wil. Dat zou misschien vorig jaar al gebeuren in Tokio. Maar toen bleek het EK en de Olympische Spelen die bleken te kort op elkaar te zijn. Waardoor ik me niet goed zou kunnen voorbereiden op de Olympische Spelen. Want dat liep bijna in elkaar over. Want als je naar de Olympische Spelen wilt, dan ga je over hockey schrijven of over judo of over atletiek of over honkbal is er volgens mij niet meer, dat wilde ik zeggen. Maar dat soort sporten, ja, dat is voor mij nieuw. Dus dan zal ik me heel goed moeten inlezen, op de hoogte moeten zijn. Ook contacten moeten aanboren van mensen die je kunnen vertellen over de sport. Nieuwtjes kunnen geven. Dus het is ooit de ambitie. Ik wil zeker een keer over andere sporten gaan schrijven. Maar dat zal nog wel even op zich laten wachten. Mede door corona, denk ik. De volgende, weer een anonieme vraag. Jullie mogen jullie namen erbij zetten, hoor, jongens en meisjes. Maar vanavond, gaat Promes spelen of niet? Nee, vanavond gaat Promes nog niet spelen. Hij zit niet bij de wedstrijdselectie. Dat is ook omdat het redelijk kort dag was na zijn arrestatie en vrijlating. Dus Ajax wil eerst een heel goed gesprek met hem aangaan. Alvorens hem wel of niet weer laten spelen. Dus tegen Utrecht speelt hij niet. En ik kan jullie wel iets verklappen over de opstelling. Ik begreep dat er heel veel jonge jongens op de bank zitten. Ik hoorde Yuri Regeer, Lanzana, Max de Waal. En dat komt omdat Ajax heel veel blessures heeft. En ook nog 2 schorsingen met Huntelaar en met Kluiber. Die zijn er niet bij. En het bijzondere daarvan is dat Kluiber een gele kaart opliep als speler van FC Utrecht. Daardoor geschorst was. Die schorsing heeft meegenomen naar Ajax. En nu als speler van Ajax niet tegen FC Utrecht mag spelen. Dus dat is ook wel een hele gekke situatie. Maar Promes speelt niet. Vraagje, hoe kom je aan al het belangrijke nieuws? Ja, dan ben je afhankelijk van tipgevers. Je hoort dingen omdat mensen jou bellen of mailen. En ja, je zit natuurlijk ook zelf kort bovenop het nieuws. Dus je bent afhankelijk van spelers die iets kunnen en willen zeggen. Zaakwaarnemers, familieleden, maar ook vrienden, kennissen van spelers. Dus dan krijg je een belletje en zeg je van, zeggen mensen, Mike, je moet even opletten. Want volgens mij gaat Frenkie de Jong naar Barcelona. En dan denk je, nee, dat zal toch niet? En dan ga je bellen. En dan blijkt dat te kloppen. Dus dan heb je nog niet genoeg. Want als je zo'n nieuwtje krijgt, dan heb je minimaal 2 bevestigingen nodig, want 1 bron is geen bron. En als de bevestiging dan komt, dan kun je gaan tikken. En ja, dan kun je een heel mooi nieuwtje hebben. Mark zegt dat Frenkie de Jong zijn favoriete speler is. Dat is leuk om te horen. Frenkie is misschien wel de meest
normale jongen die ertussen loopt, Mark. Als je die in de supermarkt tegen zou komen, dan zou je hem, ja, nu niet meer, want nu is hij wereldberoemd. Maar dan had je hem gewoon voorbij kunnen lopen. Frenkie heeft nooit kapsones, is nooit arrogant, staat altijd de fans en de pers te woord. Ja, geweldige jongen om te interviewen en ook een geweldige voetballer. Hij praat eigenlijk zoals hij ook voetbalt en dat is heel simpel en heel normaal en het oogt heel makkelijk, maar dat is kennelijk toch heel moeilijk. Andy vindt De Ligt een geweldige speler. Ook zo'n normale jongen die heel makkelijk praat. Altijd thuis geeft als je een keer een verzoekje doet om een mooi interview met hem te maken. Of een keer langs te komen in Turijn bij een wedstrijd van Juventus. Maar datzelfde geldt eigenlijk voor Mazraoui. Ook voor Promes. Totdat we hem, totdat dit hem overkwam, hadden we dat natuurlijk nooit kunnen verwachten. Maar ook voor Ryan Gravenberg, Mazraoui. Eigenlijk zijn ze bij Ajax wel heel goed in het opleiden van hele normale, vriendelijke jongens. Anoniem vindt Onana een topkeeper. Zeker. Je slaat volgens mij aan op de blunder tegen Liverpool die ik noemde. Dat is helemaal niet om André neer te zetten als een slechte keeper. Want ik denk dat Ajax voor Nederlandse begrippen een keeper heeft die ze nooit meer zullen krijgen. Het is een geweldig talent. Berensterk. Heel lenig. En ja, niet zenuwachtig te krijgen. En dat is ook wel heel belangrijk voor een keeper bij Ajax. Ik ben het helemaal met je eens, Anoniem. Onana is een topkeeper. En tot slot voorspelt Anoniem de wedstrijd van vanavond. Ik denk wel 2-0 voor Ajax, zegt hij. Dit is wel heel gevaarlijk, jongens en meisjes. Want ik zeg net dat ik nog nooit een blunder heb begaan. Als ik hier nu tegen jullie zeg dat Ajax gaat winnen en Utrecht wint, dan krijg ik natuurlijk te horen dat ik die blunder alsnog gemaakt heb. Maar ik wil niet flauw doen en ik ga toch een uitslag aangeven. Ik denk 2-2 en dat Ajax wint naar penalties, omdat André Onana de laatste penalty stopt. Zullen we dat doen? Ik denk dat ik er doorheen ben als ik alle... Oh nee, daar komt nog een... opmerking van Mark. Bedankt voor het antwoorden van mijn vraag, Mike, zegt Mark. Nou ja, heel graag gedaan. Zijn er nog andere vragen? Want anders denk ik dat dit de les was. En dan hoop ik dat jullie hebben genoten. En dat jullie iets wijzer zijn geworden over het vak van voetbaljournalist. En nogmaals, ik hoop jullie binnenkort te kunnen begroeten als mijn collega.